Hey en welkom bij deze nieuwe video. Het is een tijdje geleden dat ik een video heb gefilmd, dus ik hoop dat alles mee zit vandaag en dat het niet te moeilijk gaat zijn. Ik ben onlangs begonnen met mijn eerste job, waardoor het moeilijk is om tijd te vinden om te filmen. Dus sorry dat ik jullie super lang heb laten wachten op deze video. Ik ben een tijdje geleden al naar de Primark geweest, maar het heeft zo lang geduurd vooraleer ik tijd had gevonden om te filmen. Nu heb ik die tijd gevonden, dus voilà. We gaan samen kijken wat er in deze zware zak zit. Het is een hele tijd geleden dat ik heb gezien wat erin zit, dus ik ben even benieuwd als jullie. Doe vast een duimpje omhoog als je er zin in hebt en dan gaan we eraan beginnen. Het eerste dat ik hier vast heb is mijn denim dungarees. Dus zo'n tuinbroek, zoals ze wel zeggen. Of noem het een jumpsuit van denim. Er zijn verschillende benamingen. Hoe dan ook, ik had deze gezien bij Zoella en ik wou hem super graag. Hij heeft ook heel veel kniescheuren en is heel distressed, wat ik super leuk vind. Het enige puntje is dat je hem zeker moet passen, want ik heb hem in 2 maten groter. En dan nog past hij echt net qua lengte. Dus ofwel is die voor heel korte mensen, ofwel is het de bedoeling dat die heel afsnijdt aan de enkel. Ik ben daar minder fan van, broeken tot aan de enkel. Dus ik heb hem in de maat groter genomen. Maar ik wou ook dat hij wat baggier zat. Dus qua breedte is hij bij mij eigenlijk ook echt te groot. Vooral dan van achter lijkt het echt wel een vlag. Maar ik ben wel fan van die trend. Dus vandaar dat ik hem groter heb gekocht. Deze was €21. Goede prijs voor een zomerstuk, hè. Ik kan hem dragen met een dikke trui in de winter, met een topje in de zomer, met een t-shirt. Ik kan er echt verschillende kanten mee uit. En ik heb ook nog iets gekocht dat erbij past, maar dan weet ik niet waar dat in de zak zit. Dus dat komt speed nog wel langs. Het tweede wat ik heb opgehaald is deze regenjas. En het heet een parka in a pocket. Het is dus een lange regenjas met een jungle motiefje. Dus heel groenig, maar dan ook met wat bloemen. Met een kap. Ik ga met fiets naar het werk en ik heb al een regenbui over me heen gekregen. En deze parka houdt het heel goed vol. Dus voor €10 heb ik deze meegehaald. Je kan hem dus wikkelen in een zakje, waardoor dat hij heel compact wordt. Maar dat heb ik nog niet gedaan, omdat hij dan helemaal gaat... hoe zeggen ze dat? Hij gaat dan heel veel kreuk krijgen en dan, daar ben ik niet zo fan van, terwijl hij nu echt recht is. Dus ik plooi hem gewoon op en ik steek hem in mijn rugzak. Het is een prima regenjas en hij neemt niet veel plaats in en hij was dus €10. De volgende t-shirt die ik heb gekocht ben ik heel blij mee. Deze was te vinden op de mannenafdeling. Het is de Staff t-shirt van de Purp Store van Justin Bieber collectie. Ik ben naar dat optreden geweest in Antwerpen, maar ik was zo excited dat ik was vergeten om nog een t-shirt te kopen. Want ik wou eigenlijk heel graag een t-shirt, maar ik heb daar gewoon niet meer aan gedacht voor of na het optreden, omdat ik zo... overweldigd was door Justin Bieber te zien, up close. Dus hoe dan ook heb ik deze t-shirt nog gevonden bij Primark voor €10. Official Purp Store merch, dus daar ben ik heel blij mee. Het is een mannenmaat, smal, is echt super groot, maar het is deze. Dan gaan we terug over naar de vrouwenafdeling waar ik deze broek heb gekocht. Het is een zwart gestreepte met wit en nude streepjes. Verticale strepen die je dus langer maken. En het is een heel brede, flowy, beetje doorzichtige broek. Brede pijpen en deze was €16, dus wel een beetje prijziger, maar het zeker waard. Ik vind dat hij er veel duurder uitziet dan gewoon een broek van de Primark. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Het volgende kledingstuk is ook met streepjes. Ik moet zeker in een streepjesbui geweest zijn toen ik naar Primark ging. Maar het is dus een jumpsuit met loshangende mouwtjes en ook heel loshangende pijpjes. Want het is wel een broekje. Het lijkt een rokje, maar het is een broek. Vanachter gaat hij met een strik, sluit hij met een strik, maar ook met een heel lange rit. En van voor is hij wat dieper uitgesneden, maar met een topje is het wel te doen. Deze was €17 en ja, ben ik ook heel blij mee. Het volgende is absoluut geen zomeritem, maar hij was in solde en ik vond het een heel leuke kleur. Dus ik heb deze trui meegenomen. Het is een soort van framboosroze kleur. En die heb ik ook in een paar maatjes groter, zodat hij wat baggier zou vallen. Hij was €6 in plaats van €13. En onder de
Onder het broekpak dat ik eerst heb laten zien, gaat hij wel echt heel mooi staan, denk ik. Vooral in de winter. Dus ja, deze. Zeker niet voor de zomer, maar af en toe is het hier nog heel koud, ook al is het mei. Dus kan zeker niet ontbreken. Dan kocht ik voor 3 euro een heel simpel t-shirtje, grijs met rode getekende hartjes. Vond ik super schattig en ja, het was 3 euro, dus kan je echt niet voor sukkelen. Ja, een hartjes t-shirt. Het laatste kledingitem dat ik dan gekocht heb, is iets wat ik nog nooit gekocht heb. Ik heb het ook niet. En ik dacht, oh, voor 5 euro kan ik niet sukkelen. Ik ben wel van plan een paar reisjes te doen dit jaar. En dan zag ik dit met palmbomen. En het plaatje klopte echt helemaal. Dus ik kon voor 5 euro niet zonder badpak vertrekken. Palm Springs Kelly, een paar palmboompjes. Diep uitgesneden rug. In een helder blauwe kleur. Ja, voor 5 euro kon ik niet sukkelen en ik dacht, ik ga buiten de comfortzone. Ik gooi de bikini aan de kant en ik ga gewoon een badpak nemen. Dus dat heb ik ook gedaan. Dit badpak is het dan geworden. En dat was dan het laatste van kledij dat ik heb gekocht. Ik heb nog wat schoenen en zo gekocht, dus die laat ik jullie nu zien. Ik ga niet beginnen met de schoenen. Ik heb hier eerst een riem vast en die heb ik voor 5 euro gekocht. Zo'n riem. En het was echt een shame dat ik zo'n riem nog niet had. Want ik vind die super mooi. En ik heb die ook al heel vaak zien passeren. Denk wel van een duurder merk en niet van Primark. Ik zit dus met een probleem wat betreft deze riem. Namelijk, ik krijg hem hier op mijn middel. Omdat de gesp te groot is. En met dit kan ik dus ook niet. Ik ga proberen om het op de aanbeelden te laten zien wat ik bedoel. Maar ik krijg dus deze gesp niet in mijn broeksgaatjes van voor de riem. En dit kan je er ook wel uithalen. Dus zo. Dit gaat wel in mijn broeksriempjes, maar dit dus niet. Waardoor heel dit aan de achterkant niet in mijn broek past. Dus heeft iemand hier een oplossing voor? Want ik vind dat een super mooie riem, maar ik krijg hem dus niet aan. Wat echt een zonde is, want ja, in de winkel had ik daar niet over nagedacht. Dat het mij logisch lijkt dat een riem in een broek past, maar deze dus niet. Dus heeft iemand hetzelfde probleem en heeft iemand dat probleem weten op te lossen? Ik lees het graag in de comments, want ik zou het zonde vinden als ik deze riem nooit zou kunnen aandoen. Dus let me know. Het volgende wat ik heb gekocht zijn deze 8 haarspelden voor 2 euro. Ik heb voor mijn verjaardag een krultang gekregen. En mijn spelden waren op, dus ik heb deze gekocht. Ze waren de eerste die ik zag. 2 roze, 2 zwarte en 2 luipaardprintjes. Dus voor 2 euro heb ik deze gewoon in het mandje gegooid. Verder heb ik ook voor mijn verjaardag een nieuwe haardroger gekregen. En dit is allemaal spoiler alert, want ik ben van plan om een verjaardagscadeausvideo op te nemen. Waarin jullie alles zullen zien wat ik zo net heb opgenoemd. Dus ook een haardroger waarbij ik nog een borstel nodig had. En dat is dan deze geworden, de medium brush. 2,50 euro en nog niet gebruikt zoals je kan zien. En dan heb ik 2 paar schoenen gekocht, 2 keer sandalen. En iedereen mag zeggen wat hij ervan wil. Mijn mama vond het een vreemde keuze, maar ik was er verliefd op. Ik heb deze slippers gekocht. En ik vind ze super mooi. Ze zijn een roze, fluffy stofje. En het zijn zo echt slippertjes. Het is van de Swim & Beach Collection voor 8 euro. Dus deze. En ze voelen trouwens ook echt super soft. Ik had zo van die sleffertjes nodig. En ik heb er ook andere gepast. Maar die waren van zo'n hard plastiek dat mijn tenen zo pijn deden. Zo hier, hè, als je snapt wat ik bedoel. Zo, zelfs je tenen hieruit komen, dat het dan zo hier pijn doet. En dat is bij deze dus niet, omdat het stof is. En ja, I love them. Ik vind ze echt geweldig. Iedereen bekeek me raar toen ik ze aan had in de winkel. Maar ik vind ze echt geweldig. Dus deze. En ook mijn tweede paar slippers is volgens sommigen een vreemde keuze, maar ook deze zijn favorietjes van mij. Ze zien er zo uit. Een soort van paarsachtig met bloemenkleur van die grote gespen zoals de riem die ik jullie daarnet liet zien. Ze waren 10 euro en deze waren echt verstopt in de winkel en toen ik ze bij de schoenen ging passen, waar ze niet stonden, was iedereen echt van te kijken van, oh wauw, waar komen die? Terwijl ze helemaal van voor
in de kleren ergens tussen lagen. Het voordeel van klein zijn is dat ik heel snel dingen zie, terwijl grote mensen dat dus niet zien. Een voordeel aan klein zijn. Dus daar heb ik deze gevonden. Ik vind dat ze super leuk staan. Ze zijn redelijk plat, maar dat vind ik niet erg. En ze zitten ook gewoon super goed. Dus ja, daar ben ik ook heel blij mee. Zoals ik al eerder zei, ga ik met de fiets naar het werk. En dat was ook mijn bedoeling om een rugzak te zoeken. Omdat als ik een tas zou dragen, dan zou mijn gewicht naar één kant gaan. Snap je wat ik bedoel? Als je fietst en je leunt aan één kant, dan krijg je rugklachten. Dus ik dacht, met een rugzak heb je dan minder snel voor. In afwachting totdat ik echt een hele mooie rugzak vond, dacht ik, ik koop gewoon bij Primark één. En dat is dan deze geworden. Oei, hij is niet vast. En dat is dan deze geworden. Het is een hele simpele, zwarte, nepleren rugzak. Met een ketting van boven in een soort van iridescent schakering. Ik weet niet of het op de camera echt zichtbaar is. Mijn broertje noemt het regenboog. Dus ja, ik noem het iridescent, maar bo. Er kan heel veel in. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Er kan echt heel veel in. Zit lekker. Heeft al een paar regenbuien overleefd, terwijl alles van binnen droog bleef. Dus voor 12 euro zeker niet slecht. Daarna kocht ik voor 3 euro deze oudroze pet. Ja, pettrend is gaande en ik dacht, voor 3 euro kan ik niet sukkelen. We zullen hem ineens eens opzetten. En zo ziet hij er dan uit. Ik vond het een hele mooie roze kleur. Hij voelt ook lekker. Het is geen Zweden, maar het is een lekker zacht stofje. Voelt zeker niet slecht. En met de zomermaanden, iedereen heeft wel een pet nodig. Dus ik heb deze gekocht. Het volgende dat ik dan heb opgehaald is dit schriftje Tropical Vibes voor 3 euro met lijntjes. Ik heb nu op mijn werk een saai schriftje en ik dacht dat kan beter. Dus ik nam deze mee en die gaat meteen mee naar mijn werk. En dan last but not least, volgens mij mijn favoriete vondst bij de accessoires zijn deze pinnen voor 4 euro. En het is echt de bedoeling dat ik deze op de dungaree kan hangen, dus ja, pinnen. Deze zijn Mexicaans geïnspireerd, dus we hebben een taco, een cactus, een peper, een avocado, een hoed en een piñata-ezeltje. En volgens mij is dit echt mijn favoriete item. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik vond het gewoon zo leuk. Je kan er echt een gewoon kledingstuk leuk mee maken. En zeker ook omdat ze zo Mexicaans zijn en cactusjes zijn mode. En ja, ik vind ze gewoon echt super leuk. Heb ik al gezegd dat ik ze leuk vind? Want ik vind ze echt heel leuk. Dus deze. En dat was dan het laatste dat ik heb gekocht. Wat was jouw favoriete item? Laat het me zeker weten. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Dag! Het eerste dat ik in Gent heb opgehaald is dit hemd. Het is een off-the-shoulder hemdje, maar ook als je hem zo draagt is het eigenlijk heel mooi. Het is een blauw-wit gestreept hemd in echt zo van dat ja, klasse hemdstijl. Zo voelt de stof alleszins. En leuk detail, er staan dus kleine flamingootjes op. Ik weet niet, ja zo. Er staan dus kleine flamingootjes op, hier en daar verspreid. De knoopjes kan je niet open doen. Niet dat je het zou open doen, maar het is wel een mooi detail. En deze heb ik in een maat groter genomen, omdat die echt heel, heel, heel klein vallen. De maat die ik gewoonlijk pak, spande echt heel hard aan de mouw. Dat vond ik niet zo leuk. Dus ik ben 2 maten hoger gegaan. Beetje oversized, vind ik wel leuk. En deze was 13 euro. Het volgende dat ik heb gekocht zijn schoenen. En ze komen je misschien wel bekend voor, want ik heb hetzelfde stijl al gekocht en die heb ik jullie eerder laten zien. Maar deze zijn toch wel echt in een heel neutrale kleur. Zwart met roze en zilveren gespen. Die vond ik ook wel heel mooi, heel draagbaar ook. Is op alles te combineren, terwijl de paarse toch wel iets riskanter zijn, maar ook wel heel mooi. Deze waren ook 10 euro en ben ik heel blij mee. Dan kocht ik voor 6 euro nog een ander paar sandalen. En deze zijn zo lace-ups in een soort van velvet stof. Ze zijn licht roze, maar mijn maat was er dus niet meer. Dus ik heb een maatje kleiner genomen. Ik heb ze nog niet gepast, dus dat ga ik meteen doen. En ja, mijn mama heeft een maat 36, dus als ze voor mij niet passen, zijn ze wel goed voor haar. Ze hadden die ook nog in verschillende andere kleuren, maar ik vond roze toch wel de mooiste. Vandaar dat ik ook ja, een kleiner maatje heb gekozen, omdat ik ze echt wel niet kon laten liggen voor maar 6 euro. Dus ja, ik heb deze meegenomen. Als je ze niet op de aanbeelden ziet, dan
passen ze niet, jammer genoeg. Maar ik ben benieuwd om ze te gaan proberen. En het allerlaatste, echt het allerlaatste deze keer, dat ik aan jullie kan laten zien, is dit mandje dat ik voor 4 euro op de homeafdeling heb gevonden. Ja, mooi voor op mijn bureau, is rose gold, dus ja, past zeker in het thema van mijn bureau momenteel. Je kan er van alles in steken, pennen, papier. Je kan hem zelfs op de eettafel zetten met wat servietjes in. Echt, the sky is the limit met dit mandje en die was maar 4 euro. En dit is dan nu echt het einde van de video, I promise. Ik vond het heel leuk dat je bent blijven kijken. Als je het een leuke video vond, je weet wat je mag doen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!